Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... En door Delicious Foodbox. Het beste ontbijt of lunch met liefde voorbereid. Nu in Tilburg en omstreken te bestellen. Ga naar de Instagrampagina delicious.foodbox en doe een bestelling. Salam alaikum, goedemiddag. Mijn naam is Nordu Gedani. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mokro Insight, waarin we vooruit gaan blikken. Heel kort op het Nederlands elftal het EK in zicht. Vandaag de afvallers die bekend worden gemaakt. 8 afvallers. En ik ben heel benieuwd wie daarbij zit. Ik kijk even naar mijn assistenten. Romaisa, heb je nieuws? Ja, papa, de afvallers zijn bekend. Nou, laat zien. Bizot. Nou, was te verwachten, toch? Ja. Tete, Hateboer, Kastrop. 3 rechtsback. Wel veel, hè? Ja. Oh. Vilena. Hm. Sint-Juste. Ja. Hm. Bergwijn. Ja. Verrassend. Speelt de laatste tijd weer... Bij Tottenham, oké. Okay. Hm? El Ghazi? Ja. Mag hij ook niet mee? Hm? Waarom mag hij niet mee? Ik heb het niet opgeschreven. Zo'n meneer heeft het naar de politie gestuurd. En de politie heeft het naar mij gestuurd. Doet Frank de Boer. Frank de Boer heeft dit bekendgemaakt, oké. Okay. En Anwar El Ghazi, onze mokro, ja, mag niet mee. Waarom niet? Ja, dat gaan we uitzoeken. Dankjewel. En ik zie je later weer. Ja, doei. Dus Anwar El Ghazi mag niet mee. Ik vind dat verrassend. Had ik niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik had verwacht dat hij een goed seizoen heeft gedraaid. Veel doelpunten, 11 uit mijn hoofd. Ja. Speelt bij Aston Villa. Hebben het goed gedaan in de Premier League. Hij mag niet mee. En ik heb volgens mij nieuws van een andere assistent. Ja, vertel het eens, Insa. Wat is er? Ja? Wat wil je zeggen? Papa? Ja? Is Monir. Monir Hamdaoui bedoel je? Ja. Oh, jij legt de link tussen Monir Hamdaoui en Frank de Boer en de Marokko-connectie. Ja. Jij denkt dat er wat speelt? Ja. Ja, Frank de Boer, mijn assistent, de andere assistent, zegt ja... Ajax, Monir Hamdaoui, jij werd coach. En uit het niets zat hij op de bank. En jij denkt nu weer, Marcaan, dat kan misschien een rol spelen. Ja. Goeie vraag. Ik ga dat even uitzoeken. Dankjewel. Ja. Doei. Ja, Frank de Boer. We hebben natuurlijk Monir meegemaakt, Hamdaoui. Speelde top onder Jol bij Ajax. Prachtige doelpunten. Jij werd coach. Meteen. Jij serveerde hem af meteen. Bam. Later heb je toen gezegd, had ik anders moeten doen? En of je dat anders had moeten doen? Als ik dan kijk naar El Ghazi niet mee. En ik kijk wie er wel meegaat. Bukakbo. Speelt aardig. Speelt goed. Maar wel bij PSV. In de Eredivisie. Dat, ja, ik vind dat toch meten met twee maten. De Eredivisie en de Premier League. Ik vind het verrassend. Ik vind het ook verrassend dat Bergwijn niet meegaat. Vind ik ook verrassend. Maar assistenten zei al, ja, zal een mokro-link... Zal het een rol spelen? Dat weet ik niet. Ik weet wel, als we kijken naar Monir Hamdaoui... Als we ook kijken dit jaar naar Mohamed Ihattaren. Jij werd bondscoach. En meteen was, ja, droom. Werd een nachtmerrie voor Mohamed Ihattaren. Ligt ook aan hem, hoor. Ligt ook aan hem wat hij bij PSV liet zien. En hij heeft natuurlijk een slecht seizoen gedraaid bij PSV. En dat ligt ook aan hem, absoluut. Maar, ik weet zeker, als Ronald Koeman toch bondscoach was geweest van het Nederlands elftal. Nou, dan was de kans heel groot geweest dat Mohamed Ihattaren nu in de selectie van Oranje zou zitten. Daar geloof ik zeker in. En anders in de selectie van Jong Oranje. En die rol, die verantwoordelijkheid heb jij wel. Hè? Ik bedoel, jij bent de baas. Je had tegen Van der Looy moeten zeggen... Hij gaat sowieso mee. Punt. Heb je niet gedaan? Ik vind dat niet erg. Want je ziet wat ik aan heb. Mohamed Ihattaren is bij deze van ons. Van ons. Dan spreek ik jou aan als je kijkt, Anwar El Ghazi. Want ik snap dat je baalt. Dat snap ik. Je bent gisteren naar de kapper geweest. Alles tiptop in orde. Ik dacht zelfs dat je dat had gehoord van, ja, die mag gaan. Daarom even snel een kappertje gepakt. Maar blijkbaar niet. Jij kan ook nog, hè? Jij kan ook nog voor Marokko kiezen.
In tegenstelling tot Adam Maher bijvoorbeeld van FC Utrecht, die helaas iets te oud was, die kan niet meer terug. Jij kan nog profiteren van die nieuwe regel. Maar dat moet jij willen. Want ik weet nog in 2015, Zeki kwam naar jou toe. Zeki heeft je uitgenodigd, de bondscoach, oud-bondscoach, Bedou Zeki. Beste keeper die we ooit hebben gehad in Marokko. Je hebt uitgenodigd voor de wedstrijd tegen Uruguay en je hebt nee gezegd. Dan is je niet gekomen. Je goed recht. Je goed recht. Maar je ziet wat er daarna met je carrière qua interlands ja, eruit is gekomen. Niet veel. Toch? Ik kan niet tevreden zijn. Ik kan niet blij zijn. En ik denk dat je heel belangrijk kan zijn voor het Marokkaanse elftal. Ik wil spelen met spelers als Hakimi, Ziyech, Sofiane Amrabat, Mazraoui, Tarabt. Noem ze maar op. En Nasseri, Bono, Monir, crème de la crème. Je hebt de fout gemaakt. Wij zijn bereid om je dat te vergeven. Het enige wat je hoeft te zeggen is, Marokko, ik heb een fout gemaakt. Ik wil voor Marokko spelen. En dan kan dit voor jou zijn. Ja, deze niet. Deze is iets te groot voor je. Kleiner maatje. Ja. Ja, wat moet ik zeggen? Als ik zo kijk naar de afvallers. Persoonlijk ben ik baarlijk dat Babel er niet bij zit. Dat weten we al een tijdje. Vind ik jammer. Echt een positieve, goede, leuke voetballer. Doet in Turkije nu ook weer goed bij Galatasaray. Nu zal de kijker denken, ja, maar Noordin, Frank de Boer is wel eerlijk. Want hij heeft zijn schoonzoon Stengs thuis gelaten. Ja, maar dat had zelfs een blinde gedaan. Dus zo bijzonder is dat niet. Dat hij Stengs thuis laat, vind ik alles behalve bijzonder. Want Stengs heeft laten zien dat hij absoluut, absoluut niet klaar is voor Oranje. Absoluut niet zelfs. Donny van den Beek mag wel mee. Geen pepernoot geraakt heel het jaar. Amper een minuut gespeeld. Mag wel mee. Ik vind dat raar. Ik vind dat heel raar. Maar ja, het EK gaat beginnen. Ik bedoel, Macedonië... Uruguay, of Uruguay hoor mij eens, Oekraïne en Oostenrijk. Ja, het is heel simpel voor Frank de Boer. Als je niet doorkomt, is het klaar. Is het wegwezen, dan tijd voor een nieuwe bondscoach. En ja, we zullen zien. Ik ben benieuwd. Ik ga vaker komen. We gaan een speciale EK Mokro Insight maken. Nou, 3-4 keer in de week, denk ik. En als leuk is elke dag. Met gasten, met fans, met kenners, met haters. Iedereen. Het is nu tik-tak, tik-tok. Ja, de 8 namen die ik noemde, die kunnen uithuilen. Oh ja, Koopmijners, dat die erbij zit, vind ik ook raar. Want ik vind dat helemaal geen... een hele leuke club, eredivisie-clubspeler. Allergus Til. Maar die gaat in het buitenland ook niks presteren. Je hebt Guus Tiller gezien, geflopt in Rusland, geflopt in Duitsland, komt nu terug naar Feyenoord. Nou, misschien is dat zijn niveau, maar we moeten die Eredivisie niet overschatten, jongens. En dat zie ik wel te vaak. Spelers die in de Eredivisie veel spelen, krijgen bij voorbaat al een voorsprong op spelers die bijvoorbeeld ja, bij Tottenham. Ik bedoel, Bergwijn speelt bij Tottenham, speelt niet veel. De eerste helft van het seizoen redelijk veel gespeeld, speelt niet veel. Maar heeft wel concurrentie van Son, van Moura, van Bale, Dele Alli, Kane... Noem ze maar op. Dat zijn allemaal wereldspelers. Ja, als je bij PSV speelt, wie zijn dan je concurrenten? Een of andere Belg? Vertesse? Mauro Junior? Ik bedoel, Bergwijn bij PSV zou die alles spelen. Van de eerste minuut tot de laatste minuut. Dus ja, ik vind die dubbele maat snap ik soms niet helemaal. En dan zou ik zeggen, ja, ik bedoel, doe dan een voorbereiding van een week. Laat ze een week allemaal meetrainen. En dan zie je vanzelf wel wie erbij hoort en wie niet bij hoort. Maar dat is niet gebeurd. Spannend, 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 spannend. Anouar. Bledek. Roh. Al-Watan. Al-Malik. Assalamu alaikum.